We gaan nu rij 9b doen. En in rij 9b komen deze gesloten structuren voor. En nou, dat gaan we nu doen. En voordat we dat gaan doen, ga ik je heel even iets laten zien. Dit zijn de instructies die nu een beetje anders zijn dan wat we net gedaan hebben. Omdat je hier zie je een VMR. Dat is nieuw. Dat betekent dat het een soort middensteek is. Nou, die middensteken, die gaan we gewoon met stokjes haken. Dus de VR is een verlengstokje. Dit is een gewoon stokje en dit is een gewoon stokje. Je kunt situaties hebben dat je drie steken met elkaar combineert. Want zoals je ziet, we hebben hier die rechte haken en die plustekentjes. Dus dat betekent dat we het resulteert in één steek uiteindelijk. Wat je dus dan eigenlijk doet, als je hier een grid hebt, of het raster, dan werk je hier naar onder toe. Hier naar het midden toe, dus dit is die verlengde, het verlengde stokje, en hier naar beneden. Dus dat is wat we gaan doen. En nou, dan gaan we de instructies erbij weer nemen en die zeggen dat we beginnen met voor en dan achter twee keer. Nou, voor is er al. En dan achter twee keer. Dus we gaan naar het eerstvolgende stokje. Nou, en ik denk dat je een vermoeden hebt wat we nu gaan doen. We maken nu een steek aan de voorkant naar de rechterkant toe. Dus als je naar het raster keek, zouden we hier normaal gesproken gaan werken. Maar we gaan nu naar rechts. Dus we beginnen met het maken van een verlengd stokje. Volgens mij deed ik iets niet goed. Zo, dit is deel 1. We maken de steek opnieuw niet af, want het is een gecombineerde steek. En dan een VMR en dat betekent dat je hier in deze ruimte gaat werken, dus een gewoon stokje, maar ook die maak je niet af. En dan eindigen we met een stokje voor. En dan maken we de steek af, zodat het resulteert in één steek. Nou, tussenlossen. En dan moesten we nog een achter doen, want we zitten ook in een herhaling van twee keer. Nou, nog een keer. Dus voor naar de rechterkant toe. En dan de middensteek naar rechts toe. En dan gewoon een normale steek voor. En dan maken we de steek af. En dan moeten we nog de tussenlos in één keer achter werken. En dan komen we nu bij een hele lange, maar als je die gewoon stap voor stap leest, begrijp je gewoon echt wat je moet doen. Dus we beginnen met een VR. Dus het is weer een gecombineerde steek, dus we gaan de steken niet afmaken. Dus we beginnen met een verlengd stokje, dan een VMR, dus een middenstokje naar rechts toe. Dan een V, dus hier is zeg maar het midden van het geheel, dan een VML, dat is een middenstokje naar links, dus het is wel gewoon een stokje natuurlijk, dus we haken die gewoon als een stokje, maar hier in deze positie, even wat garen erbij, en dan een VL voor links, en dat is een verlengstokje weer, dus we beginnen met dit, en dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5,
gedeeltes op onze haaknaald staan, plus natuurlijk het begin. En dan gaan we die helemaal zo afmaken en dan een tussenlossen. Nou, het kan misschien zijn dat je denkt van, het is misschien een beetje een klein dingetje hier, die tussenlossen, maar het komt gewoon goed. Dan gaan we bij de volgende herhaling werken. Die begint met een steek achter. Nou, ook hier geldt natuurlijk dat je gewoon eerst deze rassensteek moet doen. Want we hebben vooruit gewerkt naar links toe net. En dan nog even wat meer garen erbij pakken. Dan gaan we weer een voordoen. Dus we gaan dit keer dus de andere kant op werken. De voor en een voor midden links. En een voor links. Dus dat is weer een verlengde. Oeps. Moet ik wel goed doen natuurlijk. Eventjes deze overnieuw. Deze. En dan de voor links. En een tussenlossen, een steek achter, opnieuw hier, eerst de raster afmaken, achter, en dan opnieuw een voor, plus een voor, midden, links, en een voor, links, en dan hebben we dat twee keer gedaan. En dan moeten we nog eindigen met achter drie keer. Dus dat is 1. Twee. En drie. Hier. En dan ga ik je de volgende toer ook nog eventjes laten zien in sneltreinvaart. Het verschilt natuurlijk niet zo heel veel als bij de enkele lijnen. Maar ik ga het je toch even laten zien. Ik was vergeten om jullie eventjes de instructietekening te laten zien. Nou, het wijst eigenlijk vanzelf. We werken hier op rij 9b aan de voorkant. We begonnen met een voor, een losse, achter, losse, achter losse. En hier zie je de front right plus de front mid right plus de front. Dus we hebben die kant opgewerkt, die kant opgewerkt en die kant opgewerkt. En nou, zo lezen we door. En nu zie je hier iets apart staan. Dat eentje, dat komt gewoon in de instructies wat dat betekent. En dat betekende dat dit was de front right plus de front mid right plus de front plus de front mid left plus de front left. En dat heb ik gedaan, want als apart heb ik dat ergens opgeschreven, want het werd zo breed. Ja, er worden op een gegeven moment die instructietekeningen worden echt, ja, bijna onleesbaar. Want dan wordt deze cel, die doet het in Excel, wordt zo breed dat het, vond ik niet handig, vond ik niet mooi. Dus dan krijg je een eentje en dan krijg je gewoon een uitleg in de instructies. En hier eigenlijk aan deze kant hetzelfde. Hier hebben we een front gedaan, een front mid left en een front left. En ja, nou, het is eigenlijk, eigenlijk niet zo moeilijk, toch? Dus oké, ik ga jullie nog eventjes rij 10a ga ik laten zien. En dan haak ik even buiten beeld, haak ik verder totdat we gekomen zijn bij rij 12b. Want dan ga ik je hetzelfde nog even laten zien als je aan de achterkant werkt. Even rij 10A in sneltreinvaart. We werken aan de achterkant. Kleur 2 gaat naar achteren toe. Dan hebben we de zijsteek. Die hebben we hier. En dan zeggen de instructies. Een 4 achter
plus een achter waarbij je rechts insteekt. Dus dan gaan we hier even kijken waar het eerste stokje is. Die is hier. Dus we gaan beginnen met 4 naast elkaar. 1, 2, 3. En hier weer in de ruimte hier. En dan 1 stokje aan de rechterkant van het vlak wat we net gemaakt hebben. En dan gaan we een herhaling krijgen van een 2 achter plus een achter rechts insteken. Dus dit verschilt natuurlijk helemaal niet ten opzichte van die enkele dunne lijntjes. En ik zal het straks ook even laten zien. Weet je wat, ik laat het nu even zien. Soms als je hier zo bezig bent, dat lijkt een beetje een... Ja, ik vind het altijd net een soort blob. het is niet echt heel gedefinieerd. En je ziet hier ook dat door het werken van deze steek hier aan de rechterkant, dat het daardoor veel mooier een schuine lijn wordt. We moesten nog even 2 achter... Dus 1, 2 en een achter aan de rechterkant van het grote vlak tussenlossen. En dan krijgen we weer een herhaling. Het begint met achter links, dus pak hem hier eventjes op. Soms moet je dat een beetje bij zo'n groter vlak, moet je hem eventjes echt te pakken krijgen. Dus dat is 1, 2, 3. En dan moeten we dat nog een keertje doen. Achter links. En dan nog 2 keer achter. En dan hebben we dat 2 keer herhaald. En dan nog 1 keer achter links. Met nog 4 achter. Dus hier ook weer. Even kijken. Soms meer eventjes het beetje opzij schuiven om het goed te zien. En dat is steek nummer 5. Zo. En dan nog de zijsteek. Nou. Ik hoef voor dit de tekening niet echt te laten zien. Het werkt hetzelfde. Maar nu zie je ook dat die witte blobs die ik hier had, dat die dus veel mooier gewoon zo schuin gaan lopen. En dan werk ik eventjes door tot en met rij 12a. En dan ga ik je daarna rij 12b nog een keer laten zien. Oké, we gaan rij 12b doen. Weet je wat? Ik laat het je eerst even zien hoe de voorkant eruit ziet. Je ziet hier die tussenrijtjes. Dat is echt een goede oefening voor je om de stokjes op de juiste plekken te maken. Waar je dus heel erg goed op moet letten. Dat zijn dus hier dat je die stokjes hier van het rood op de juiste plek maakt, dat je vooral dat raster nogmaals goed in de gaten houdt. En je ziet dus elke keer dat er de oneven steken, dat die het raster zijn en de even steken liggen daartussen. Dus dat was iets wat ik bedacht toen ik ermee bezig was. En nu heb ik, ik draai het even zo, dan ligt mijn garen weer goed.
Oké, we gaan nu aan de achterkant werken en we gaan dezelfde structuurtjes maken die we net hebben gemaakt, alleen vanaf de achterkant gewerkt. En dat betekent ook dat de instructies er een heel klein beetje anders uitzien, maar dat gaan we vanzelf tegenkomen. Dus we beginnen met achter en dan voor twee keer. Dus de achter hebben we gedaan, voor twee keer. En dan beginnen we weer met een herhaling van twee keer. En hier zie je dus de instructies die ietsje anders zijn. Het begint met een achter rechts. Nou, dat hebben we al eerder gedaan. Dus een achter rechts. Het is een gecombineerde steek, want er zijn van die rechte haken staan erbij. Dus hier is die achter rechts. Dat is het verlengde stokje. Dan een achter midden rechts. Dus dat betekent, kijk, als we het hier zo even wegvouwen, dan zie je hier die opening. En het kan zijn dat dit hieronder, dat een stokje ook is. Hè? Dus kijk altijd eventjes van of het een opening of een stokje is waar je in werkt. En dan gaan we nog een achter doen. En zoals ook die... Zoals je aan de voorkant werkt, die middensteken zijn altijd gewoon stokjes. En dan gaan we nu deze steek afmaken. Een tussenlossen. En dan één steek voor. Trouwens, zal ik nog even iets laten zien. Soms kunnen die steken best een beetje uitgerekt eruit zien. Je hoeft daar niet speciaals iets voor te doen. Als het je echt te veel wordt, dat je denkt van, maar dit is wel heel erg uitgerekt. Wat je dan kunt doen, dus in plaats van dat je onder die twee lusjes van die V-steek werkt, dat je dan ook nog eventjes dit lusje meeneemt. Ik zal het eventjes proberen om goed te laten zien. Dit lusje hier. Dus dan steek je, en omdat mijn steek nu niet erg uitgerekt is, dan steek je hierin en dan heb je er drie op je naald en dat ga je echt niet zien. Dat is gewoon, als je steek echt heel erg wijd is. Ik werk zelf vrij los en dat gebeurt me wel eens. Ik denk van nou, en waar dit ook een hele mooie truc voor is, is als je een keer vergeet om een tussenlosser te maken. Dan wordt je steek wordt heel erg uitgerekt en dan dwing je eigenlijk die steek om boven die steek eronder te liggen, door dat extra lusje op te nemen. Maar dat is gewoon een kleine tip. Waar waren we gebleven? Oh ja, ik heb een steek voorgedaan en dan moesten we de herhaling nog een keertje doen. Nou, weet je wat, ik ga hem wel eventjes weghalen. Even doen op de gewone manier, want we gaan opnieuw in deze steek werken. Tussenlos natuurlijk. En dan gaan we weer. Dus we gaan eerst naar achteren naar rechts. Dus naar de voorgaande steek. Een verlengde. En dan een achter midden rechts. Dat is een gewoon stokje. En dan een steek achter. Mijn garen is een beetje... Oeps. En dan maken we de steek af. Een tussenlossen en dan nog een steek voor. Nou, en dan gaan we diezelfde structuur haken die we net gehaakt hebben, die uit 5 onderdelen bestaat. Dus nou, moet even goed opletten. Eerst beginnen we met een achter rechts. Dus een verlengde. Maak hem niet af. Dan een achter midden rechts. Een gewoon stokje. En die maken we ook niet af. Dan het middenste stokje. Dat is gewoon een achtersteek. Dan een achter midden links. En ook dat is gewoon een stokje. Maar dan in die tussenruimte hier. En dan een achter links. En dat is die verlengde. Nou, nu hebben we alle 5 onderdelen op de haaknaald staan. We halen door. Tussenlossen. En dan gaan we naar de volgende herhaling.
Die begint met een steek voor. Nou, nogmaals, eerst het raster afmaken hier. Oeps. Een steek voor. En dan een achter. Dus een gecombineerde steek weer. Een achter. Plus een achter midden links. Hier in die opening. En een achter links. Wat een verlengde is. Tussenlossen. Dan nog een keer de herhaling. Een steek voor. En een gecombineerde steek. Die bestaat uit een achter. Een achter midden links. En een achter links. De verlengde. En dan maken we de steek af. En dan voor 3 keer. Dus 1. Oeps, pak ik nou, ja, ik pak weer dat stukje rood erbij. 1. 2. 3. Nou, dan ga ik je nog één keer van dit proeflapje. Ga ik je eventjes de tekening laten zien, de instructietekening. En nou, we zijn nu dus aan de achterkant aan het werk. 12B aan de achterkant. Nou, hier zie je de back right plus de back mid right plus de back. Dus we hebben hier naar. Je tekent naar links, maar we hebben natuurlijk aan de achterkant gewerkt. Dus de back right plus de back mid right plus de back. Hier ook weer de back right plus de back mid right plus de back. En hier zie je dat tweetje staan. En dat is die uitgebreide en dat staat dus in de legenda. Dit is de back right plus de back mid right plus de back plus de back mid left, plus de back left. En hier ook de back, plus de back mid left, plus de back left. Dus nou, de rij daarna met dat je moet insteken links of rechts, dat zul je nu begrijpen hoe dat moet. Dus ik ga gewoon eventjes dit lapje verder afmaken. En dan ga ik je eventjes laten zien bij de volgende tutorial. Dan gaan we de boel een beetje omkeren. Hier zie je dus bij die dichte structuren dat je aan de basis 3 steken had en die resulteert in 1 steek. En hier zelfs had je aan de basis 5 steken en het resulteerde in 1 steek. Hier gaan we het omgekeerde doen. Dus dat je aan de basis 1 steek hebt, maar aan de bovenkant 3 steken. En daarvoor hebben we net even een andere notatie. En nou ja, dat komt dus aan bod in de volgende tutorial. Nou, en dan heb ik hier nog een stukje wat je kunt uitproberen. Dat ga ik niet in de tutorial of niet in de video laten zien. Want als je tot zover de tutorials hebt gevolgd, dan kun je als het goed is dit ook haken. Maar ja. Dan is het gewoon even een beetje wat extra materiaal voor je om mee te oefenen. En hetzelfde voor deze. En ik weet elke keer niet of ik hem nou op zijn kop houd. Ik dacht dat hij zo moet. Geen idee. Maar oké, dat komt in ieder geval dan nog gewoon op mijn website te staan. Er is nog één situatie die ik je even wil laten zien op het eind. Daarvoor ga ik even mijn grote deken gebruiken, omdat dat een situatie is die heel vaak voorkomt in mijn deken. Maar ik kan me voorstellen dat je het eventjes een keertje wil zien hoe dat moet. Alhoewel ik denk dat het zich redelijk vanzelf wijst. Maar ik ga het dan toch eventjes laten zien. En nou, dan zie ik je weer terug bij de volgende tutorial.